Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben nu een video aan het editen. Ik doe het vandaag iets rustiger aan dan de afgelopen dagen. Gisteren ben ik zo 5 uur lang op stal geweest. En ik heb het sowieso nog gewoon heel druk met de vlogmas en zo. Dus ik doe het vandaag gewoon een tikkeltje rustiger aan. En ik zit nu een video te editen. Gezellig met Billy. Die ligt op mijn schoot. Heel gezellig, hè? Hey, lieve Bill. Ik wil waarschijnlijk vanavond naar de paarden toe gaan. En gewoon, gewoon rustig aandoen. Misschien wat fanmail beantwoorden. Want ik had laatst laten zien dat ik heel veel fanmail heb binnengekregen. En ik heb nog niet de tijd gehad om dat allemaal te gaan beantwoorden. Want ik beantwoord dus ook fanmail als mensen hun adres en een extra postzegel in hun envelop doen. En dat zal je misschien niet zo gauw denken. Maar fanmail beantwoorden duurt echt best wel lang. Omdat ik ook de brieven heel persoonlijk maak. Dus ik lees gewoon echt andermans brief en daar antwoord ik op. Tenminste, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Dus ik zit nog even te denken hoe ik deze video een beetje interessant ga maken. Ik ben nu in ieder geval deze video aan het editen. Oh, kijk hier, super mooi. En hier heb ik een stuk van bijna 10 minuten lang. En hier moet ik nou allemaal leuke stukjes uit gaan halen. En hoe ik dat doe is eigenlijk om het hele stuk een beetje snel door te kijken. En dan gewoon te denken van, oh ja, dat herinner ik me nog wel. En dat was wel leuk. Oh ja, hier gaan we Chase the Tiger doen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat er op camera uitziet. Oh, ik heb een beetje paniek. Want ik heb een mail van mijn management niet binnengekregen. En nou moet ik dus vandaag een foto plaatsen over een bepaald product. Alleen, ik moet die foto nog maken. Die heb ik nog niet klaar liggen. Want ik wist niet dat die vandaag online moest. Dus ik moet nu gauw naar stal. Ik heb uiteindelijk nou nog in de middag ga ik met een vriend afspreken. Maar ik ga me nou heel gauw even aankleden. Make-up opdoen. Nou ja, make-up dat hoeft eigenlijk niet echt. Want mijn hoofd komt niet in beeld. Alleen in deze video komt hij in beeld. Maar niet op de foto. Maar ik moet nu echt even snel naar stal toe om die foto te maken. Alleen ik kan dus niet op stal blijven. Omdat ik dan zo meteen weer wegga. En... Nou, zien jullie ook eens hoe het achter de schermen gaat? Soms heb ik een beetje paniek. En oh, ik moet trouwens nog iets plaatsen. Oh, ja. Gaat goed vandaag. Nee. Ik ben nu eindelijk op stal. Het is echt zo gek dat er gisteren nog sneeuw lag. En vandaag is het helemaal weg. Maar goed, ik wil op Moos een foto maken van dit horloge. Ja, ik ga het zo meteen allemaal nog even goed doen. Maar dan wil ik op Moos gaan zitten. Ik krijg hem niet helemaal schoon. Maar het maakt niet zo heel veel uit. Want dan ga ik op hem zitten. En dan maak ik een foto van bovenaf. Terwijl je mijn hand zo hier ziet. Mijn paarden zitten trouwens even hooi te eten. En wat stro. Want in een stal lag al wat hooi. En dan geef ik ze hooi als er al hooi in een stal ligt. En als dat er nog niet ligt, dan geef ik ze vaak gewoon alleen stro. Ik wil gewoon even snel op Moos gaan zitten. Foto maken, klik en dan er weer af. Daarom heb ik ook niet mijn joppers aan. Ik ga gewoon heel even gaan met deze schoenen erop. Ik heb daar, ik weet niet of je de kruiwagen ziet, maar daar ligt mijn zadel en zo in. En ik raad je dus niet aan om met deze laarzen te gaan paardrijden. Want daar zijn ze eigenlijk niet voor bedoeld. Maar omdat ik er toch even op en af ga. Dat hoop ik in ieder geval dat het eventjes zo snel kan. Dan vind ik het voor mezelf niet zo heel erg. Maar ja, ik heb gelukkig ook gewoon een brave pony. Hij is heel rustig, dus... helemaal prima. Dat wilde ik er gewoon eventjes kort bij zeggen. Dan ga ik het zadel erop doen en maar gauw een foto maken. En dan moet ik gauw weer door, want ik heb een vriend waar ik mee ga afspreken. En die zit dan op mij te wachten. En ik wil hem niet te lang laten wachten. Oh, ik hoop echt dat deze video nog een beetje leuk wordt. Want het is nu 11:30 's avonds. Dus het is echt een hele poos later. De afspraak met mijn vriend. Of met mijn vriend. Nee, met een vriend. Oh, heftig. Nee. Gewoon een vriend. Bespreek me even. Maar het liep gewoon uit. Het was heel gezellig en het liep gewoon uit. Ik wilde in deze avond ook naar, nog een keer naar Moos en Noora gaan. Alleen, ging gewoon net niet. Omdat de stal om 10 uur dicht gaat. Dus dan ga ik gewoon morgen wat uitgebreider naar mijn paarden toe. Naar Moos en Noora. En ik moet sowieso even bekennen dat ik nu deze laatste dagen van Vlogmas het toch een beetje moeilijk heb. Want ik zit nu dus weer de video te editen voor morgen. En het gaat wel oké en zo. Maar het liefst had ik nu wel al in bed gelegen en geslapen. Ik heb ook niet heel veel meer ideeën nog. Ik heb in dit boekje wel het hele jaar door een beetje ideeën al voor Vlogmas opgeschreven. Ik dacht ik begin maar vroeg. En ik heb eigenlijk bijna alle ideeën wel gedaan. En ik heb net Justine gesproken van
Equielli. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ik heb haar net gesproken en ze kan morgen afspreken. Dat lijkt me wel heel leuk om bij haar langs te gaan. Omdat zij heel goed is in horse agility en prijsdressuur. En zij is ook super goed in obstakels maken. En dat is gewoon heel leuk. En morgen is het nog goed weer en bij haar is alles buiten. Dus dan ga ik waarschijnlijk morgen bij die langs. Alleen voor de komende dagen weet ik gewoon niet zo goed hoe ik het moet doen. Wat voor ideeën ik nog kan uitwerken. En als dit online komt, dan ben ik al klaar met filmen. Dus helaas, als jullie iets achterlaten van fan, het lijkt me leuk om dit te zien. Dan kan ik daar helaas niks meer in 2018 mee. Maar kan ik wel natuurlijk meenemen naar 2019. Dus ja, in deze video is er niet veel paard. Maar ja, helaas kan ik er niet voor zorgen dat elke vlog even leuk en spectaculair is. Zeker als ik gewoon elke dag opneem en een video moet plaatsen. En moet editen. Het is best wel veel werk. Het gaat goed dit jaar. Alleen deze laatste paar dagen is even knokken. Even doorzetten. Wat ik misschien nog kan doen is de kerstboom optuigen. Want mijn moeder heeft vandaag een kerstboom gehaald. Die staat daar. Alleen het is zo laat. Dus misschien dat ik dit gewoon even als een gekke tussenvideo laat. Of ik ga het nog even kort over fanmail hebben. Maar ik denk dat alleen voor de mensen die mij fanmail sturen het leuk is als ik het daarover heb. En voor de mensen die het daar niet zo mee hebben, dat het niet zo interessant is. En ik ga nou ook niet meer zo laat fanmail beantwoorden. Het is wel stom dat ik dat nou steeds opschuif. Maar ik kan daar net geen goed gaatje voor vinden. Want dat kost gewoon best wel veel tijd. Jammer genoeg, want ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ja, ik moet er echt even tijd voor vrijmaken. En ik heb gewoon niet zoveel tijd op het moment. En ja, oké, ik ben wel de hele middag met een vriend geweest. En dat is ook uitgelopen. Maar soms heb ik ook dat even nodig. Even sociaal doen met andere mensen. Oké, ik heb besloten dat deze video een even gewoon een saaie tussenvideo wordt. Want het is nu 12:15 s'nachts en ik moet echt naar bed. Maar ik ben nog steeds met de dingen voor vlogmas bezig. Ik ga nu gewoon naar bed toe, want het is gewoon verschrikkelijk laat. En ik moet morgen weer op tijd op om weer video's te editen en zo. En ja, ik vind het nog wel leuk. Maar ik heb ook wel zin om gewoon weer op tijd naar bed te kunnen en uit te kunnen slapen en zo. En genoeg tijd te hebben om uitgebreid naar mijn paarden toe te gaan. Want het was vandaag gewoon een beetje een gekke dag gewoon. En ik heb een heel stuk niet gefilmd. En sorry, ja. Dan wil ik je toch heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dat je daar de moeite voor hebt genomen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen ter steun. Om mij te laten zien dat je er gewoon voor me bent. Om even dramatisch te doen. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker. Morgen komt er gewoon weer een hele leuke video online. Dat is dan de 2-na-laatste video van Vlogmas. Oh, zo erg. Het is gewoon bijna voorbij. Heel gek. En ja, bedankt voor het kijken. En dan tot morgen. Doei doei!